Welkom allemaal bij de vierde editie van Lekker Lennisheuvel. We zijn 4 jaar geleden zijn wij voor de eerste keer begonnen met het organiseren van Lekker Lennisheuvel. En dat is ontstaan vanuit een samenwerking tussen 3 ondernemers destijds uit Lennisheuvel. Ja. En toen hebben wij de koppen bij elkaar gestoken en gedacht van god, hoe kunnen wij nou Lennisheuvel eens wat beter op de kaart zetten in het Groene Woud. Is jullie passie? Ja, ja, absoluut. Absoluut. Het was hobby en passie en het is nog steeds passie, alleen ja, het is ook wat meer werk geworden nu. We hebben een prachtig dorp, we hebben hier een prachtig park. Fijne inwoners, fijne mensen. Hoe kunnen wij er nou eens met elkaar voor gaan zorgen dat dat een beetje meer bij elkaar komt, de mensen elkaar leren kennen op een vooral, en dat was, stond bij ons wel erg hoog in het vaandel, op een laagdrempelige manier. Hebben jullie al wat geproefd hier? Zeker. Wat heb je al gehad? Ik heb een broodje Bourgondische vleeskroket op. En? Hoe smaakte het? Heel erg lekker. Ja. Ja. Hebben jullie het naar je zin? Zeker. Nou, ik heb nog niet veel gegeten, maar dat geeft niks. Ik heb niet zoveel eten nodig. Ik heb op het springkussen een snoepzakje gehaald, chips. Chips en snoep? Ja. Ja, wij komen hier vandaan, hè? Wij komen uit Lennisheuvel. Wij wonen hier achter, zeg maar. Ja. Maar hoe vind je hier Lekker Lennis? Het moet nog een beetje op gang komen. Ik moet zeggen dat ik niet eens wist dat het hier was, maar de familie van mij die zeiden van, oh ja, heb je zin om mee te gaan? Ik dacht, ah, is goed en het is lekker rustig. Leuk sfeertje. Ja. Biertje erbij, dus ja, dan is het altijd goed. Nou, lieve kijkers, dit was het dan weer. Lekker Lennisheuvel, de vierde editie. En tot de volgende keer.